Ik ben Diederik de Vries. In Assen heb ik een atelier aan huis. Mijn beroep is niet alledaags en daarom behoorlijk uniek te noemen. Ik ben namelijk motorsportschilder. MotoArt heet mijn bedrijf. Coureurs, teams en motorsportorganisaties zijn mijn belangrijkste opdrachtgevers. Maar elk gewenst onderwerp kan ik schilderen. Daarbij werk ik voornamelijk vanaf een foto. Mijn passie ligt echter bij de motor. Vele grote namen werden al door mij op het doek vereeuwigd. Goedendag voor ter kade in de tweede mans bij de World Superbikes. Door het schilderen rolde ik de motorwereld in. Zo kreeg ik de kans om mijn enthousiasme ook verbaal te uiten. Bij Eurosport ben ik al jaren commentator. En de overwinning in race nummer 2 gaat naar Jonathan Ray. Voor het TT-circuit en diverse andere evenementen ben ik speaker. Daarnaast verzorg ik bijvoorbeeld dagvoorzitterschappen, presentaties en voice-overs. En daarmee komt dus ook Bob Wittag zo'n beetje op het eilandje te zitten op die derde plaats. Moet de twee snelle jongens vooraan laten gaan, maar heeft nog een behoorlijke marsje. Opgebouwd uit de eerste helft van deze wedstrijd. Met MotoArt hoop ik nog vele jaren mooie avonturen te beleven. Als ik iets voor u of uw bedrijf kan betekenen, neem dan heel vrijblijvend contact op.